Goedemiddag, het is vrijdag 21 juni en vanuit Amsterdam is dit het nieuws van Telegraaf TV. De autokrasser van Emmen staat vandaag voor de rechter. In een jaar tijd beschadigde hij 700 auto's. En wilt u Willem-Alexander en Maxima nog zien tijdens een provinciebezoek? Dan moet u snel zijn, want vandaag sluit het paar de tour af in Zeeland en Zuid-Holland. Het wordt een regenachtige dag vandaag. Vooral in het westen kan er veel regen vallen. Later in de middag klaart het op en het wordt maximaal 21 graden. En hoe hou je je huwelijk goed, zelfs na 50 jaar? Soms liep je wel stampend weg, maar ach, het is overal wat. Opnieuw een grote zedenzaak in Amsterdam. Oud-docent Efraïm S. van de Joodse scholengemeenschap Gaarder wordt door meerdere ouders beschuldigd van misbruik van hun kinderen. Veel kinderen zouden het misbruik pas na het vertrek van S. hebben opgebiecht. De jonge leraar Nederlands werd vorig jaar vanwege ongepast grensoverschrijdend gedrag weggestuurd. S. is vervolgens naar Tel Aviv verhuisd en daar geeft hij nu bijles aan kinderen. Ja, dat prins Bernhard een begenadigde vlieger was, is algemeen bekend. Maar nooit eerder zijn er zulke spectaculaire beelden van te zien geweest. En dit is niet zomaar een vluchtje, want hier is te zien hoe Bernhard voor de allerlaatste keer de lucht ingaat. En hoewel een bezorgde Juliana liever veilig met beide benen op de grond blijft, is kroonprins Willem-Alexander wel te porren voor een vlucht. Onze huidige koning heeft zijn passie voor het vliegen dus absoluut niet van een vreemde. Morgen zijn alle beelden te zien bij National Geographic. En we blijven bij Willem-Alexander, want vandaag is de laatste dag van de provinciebezoeken. Zeeland en Zuid-Holland staan op het programma. In Zeeland is een 22-jarige man aangehouden die bedreiging heeft geuit naar het koninklijk paar. Koninklijk Huis verslaggever Pieter Klein-Beernink vertelt ons er meer over. Ja, het is een verwarde man, een 22-jarige man, die in Zeeland een auto-ongeluk had veroorzaakt. De politie deed navraag bij zijn bekenden, zijn vrienden. En die zeiden, hij zou ook een aanslag op het koningspaar beraamd hebben. Daarop is hij dan meteen vastgezet. Hij blijft er de hele dag vastzitten. Dat betekent nog niet dat de politie hier een opperste staat van paraatheid is. De beveiliging en de politie zijn hier niet strenger dan anders. Integendeel, de pers dromt eigenlijk tot vlakbij het paar hier op de regenachtige markt in Goes. Nu lopen ze over de markt in Goes in de regen, maar die schijnt het publiek niet te zeren. Iedereen blijft even uitbundig, al staan ze onder paraplu's. Zometeen alles over hoe je een huwelijk goed houdt, maar eerst iets heel anders. Ja, het is de nachtmerrie van elke automobilist. Je sleutels liggen nog in de auto terwijl de deuren vergrendeld zijn. Maar vergeet u ook wel eens uw sleutels uit de portier te halen? Deze Amerikaanse grappenmakers waarschuwen voor een onmogelijk probleem. En iedereen trapt erin. Hey, your keys are in your door. What? Really? Thank you. You left your keys in your door. You need a check. I'm gonna call 911 and call the police and tell them there's two drunk kids in a car. All right, I'm gonna call them and tell them that you have left your keys in your door. De marechaussee heeft vandaag een man aangehouden die mogelijk opdrachtgever was van drugscouriers. Het gaat om een 36-jarige man uit Purmerend. Jaarlijks worden zo'n 1000 smokkelaars op Schiphol opgepakt. Maar nu lijkt de marechaussee dus tot de kern van het probleem te zijn doorgedrongen. Verslaggever Gijsbert ter Maat even ons het laatste nieuws. Het unieke is dat er een opdrachtgever gepakt is. De bolletjeslikkers die lopen een heel groot risico om gepakt te worden. Vervolgens gaan die naar een handlanger die zorgt dat de cocaïne uit het lichaam komt of van het lichaam afgehaald wordt. En nou, dan gaat dat weer naar de opdrachtgever toe. Dus er zit altijd één of soms wel twee schakels tussen. Nou, het unieke is dat nu een opdrachtgever rechtstreeks gepakt is door goed recherchewerk. Het komt niet vaak voor dat er zo'n grote jongen gepakt wordt op Schiphol. Daarnaast zijn er drie vrouwen aangehouden die de smokkel deden voor hem. Maar waarschijnlijk gaat het om een veel en veel wijder verbreid netwerk. En dan 50 jaar huwelijk. Het lukt nog maar weinig mensen tegenwoordig. In en om Polsbroek lijkt er iets in het water te zitten, want daar lukt het bijna iedereen. Maar liefst 31 paren zijn dit jaar precies 50 jaar getrouwd. En ze vertellen ons wat hun geheim is. Ja, wat geven en nemen, hè? Gewoon druk zijn, niet de hele dag op elkaars lip te zitten. Je werk doen met elkaar en ook
om elkaar heen. Wij hebben geen tijd gehad eigenlijk om elkaar zat te worden. Soms liep je wel stampend weg, maar ach, het is overal wat. Dus dan kwam je weer heerlijk terug en sloot je weer vrede en dan ging je gewoon weer verder. En zo hebben we het 50 jaar uitgehouden. Ik zou het nog een keer over willen doen. Wij hebben het gepresteerd en daar ben ik heel blij mee. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En dan nog het weer. Vandaag regent het bijna de hele dag en het wordt niet warmer dan 21 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar later is er weer meer kans op een bui. Het wordt dan nog iets kouder met 18 graden. Aan het eind van de middag zijn we weer met het nieuws van Telegraaf TV. Een hele fijne dag en graag tot dan.